voor de ene kunst is, blijft voor de andere het resultaat van een dronken bui. Tatoeages. In het shopje van Tattoo Henk in de Rossenbuurt van Amsterdam stap je zo binnen. In de tattoo-studio van Tattoo Bertje in Oostende kom je pas binnen na afspraak. Toen ik in de periode dat ik nog jong en emotioneel onstabiel was en in een dronken bui een naam van een meisje heb laten opzetten, waar zoals de overgrote meerderheid natuurlijk achteraf spijt van heeft. Dus toen had ik twee keuzes. Dat was ofwel die er laten afdoen, ofwel een ander laten overzetten. Ik heb gekozen voor de tweede, omdat ik dus zelf dat esthetisch mooi en verantwoord vindt. Eén tatoeage of dan bij voorkeur nog wel op de linkerschouder of zo, op de rechterschouder. En waarom een bloemetje, maar geen tijger of iets? Omdat het maar een kleine naam was. Ik heb een hele kleine bescheiden tattoo. Het is een dolfijn die door een ring moet springen. Ja. En jouw vriendin is ook aangestoken door de Sandra, kids. Ja. Sandra had eerst hier Sandra aan staan. En aan de andere kant een lieve heersbeestje. En nou heeft ze wel. Of vlinder was het, hè? Ja. En toen heb ik eigenlijk mijn eerste tatoeëringen op twee jongens van de Hells Angels gemaakt. Dat is natuurlijk uitstekend materiaal. Dat is een kritische klant. Ja, die zijn 2,20 meter groot, wegen 220 kilo. Dus als je daar iets fout op doet, dan krijg je meteen een flinke draai om je oren. Maar dat permanente is juist ook de charme van die tatoeage. En die dingen zijn ook vaak een spiegel van hun geest. Als je twee mensen naast elkaar zet, één zit onder met vlindertjes en bloemen, en er staat een vent naast die helemaal onder de doodskoppen en de tijgers en zo zit, dan denk ik dat je die vent met die vlindertjes nog wel zou kunnen beledigen, maar tegen die andere vent moet je gewoon heel aardig en vriendelijk blijven. Voor iedere klant is er dus steriele handschoenen, steriele naalden. De verfzaad is ook steriel. Tatoeage is een kunst, daarvoor ga ik naar de kunstacademie hier, het Stedelijk Kunstacademie in Oostende. De diepte van de tatoeage, dus de outlines, de buitenlijn of de tekening, zelf het motief, de grafische kunst ervan, gaat tot 1 mm hier. Dus dat is, kun je zeggen, tussen de opperhuid en de lederhuid. Gewoon zo, zonder al die fraaies, kan toch ook, niet? Thank you.